Vanavond om 7 uur is het weer tijd voor de Stampin' Hop Instagram Hop. Hallo en welkom bij een nieuw filmpje voor Prulleke. Ik ben Leonie en sinds 2018 ben ik een onafhankelijke Stampin' Up demonstratrice. In mijn knutselwerkzaamheden houd ik mij vooral bezig met scrapbooking en memory keeping. Maar vandaag ga ik lekker een kaartje maken. En wel voor de Stampin' Hop Instagram Hop die vanavond om 7 uur live gaat. En het thema deze keer is zomers. Het thema voor de Stampin' Hop Instagram Hop van de maand juli is zomers. En het leek me leuk om samen mijn kaartje daarvoor te maken. Dus ik heb hiervoor een stuk Lemon Lolly cardstock gekozen. Lemon Lolly is natuurlijk sowieso al een heerlijke zomerse kleur, omdat het geel is. En dit wordt mijn basis. Dus ik heb hier mijn papiersnijmachine. En ik ga mijn stuk cardstock gewoon door midden snijden bij 10,5 centimeter. Dus dan heb ik een half A4'tje. En vervolgens ga ik deze door midden rillen bij 14,85. Wat ook weer de helft is van de lengte. En op die manier heb ik een goede basiskaart. Ik heb een redelijk eenvoudig modelletje in gedachten. Ik zal deze eerst eventjes goed aanduwen met mijn vouwbeen. Zorg ervoor dat je een strakke vouw krijgt en dat je kaart mooi plat blijft liggen. Wat het toch wel weer een stukje makkelijker maakt om op te werken. En waar wil ik nou mee gaan werken? Met iets anders waarvan ik denk van, ah ja, zomers. Namelijk het Mediterranean Blooms design papier. Ik heb printjes met geel gekozen. Misschien dat dit stuk ook al groot genoeg is. Ik moet even... misschien ook wel niet. Printjes met geel gekozen. En ik wilde ook straks de grotere citroenen uitknippen van een ander velletje. Als embellishment, als versiersel op mijn kaart. Maar ik wil het voor nu eventjes houden op de verschillende geel tinten. Eigenlijk is dit zo'n modelletje die je heel makkelijk kan maken en dan kan herhalen op 4 manieren. Dus ik denk dat ik het slimste eraan doe om hier mijn basiskaart nog een keer te snijden. Alleen dan een halve centimeter kleiner. Dus 10 bij 14,35 in ieder van deze twee patroontjes. En dan heb ik dit. Dus nu heb ik dit. Dus twee paneeltjes van 10 bij 14,35 en mijn basiskaart. Dan wil ik een kaart maken met 5 verschillende paneeltjes erop. Dus ik heb nog wat meer nodig. Om te beginnen heb ik een stuk Basic White cardstock. Dit is gewoon normale witte kaartkarton waar we altijd op stempelen. En hier wil ik wat relief op aanbrengen. Dus ik heb uit de 3D embossing mallen basisstructuur dit patroontje gekozen. Dat is deze. Dus dat is een soort... soort bloemetje wat je dan hebt. En ik heb hem open gedaan zodat ik kan voelen waar het relief omhoog komt en waar het relief naar beneden zit. En aan de kant waar het relief naar beneden zit, daar wil ik eerst inkt aanbrengen. Dus ik heb hier mijn Lemon Lolly inktpad, mijn inktkussen. En ik ga hem dus gewoon duwen op de kant waar de deukjes zitten, zeg maar. En dan denk je misschien, oh nee, je verpest heel je embossing folder. Nee hoor, dan kan je gewoon weer eraf. Dit is inkt op waterbasis, je kan ze gewoon weer afspoelen. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Dus, dit heb ik nou gedaan. Dan leg ik mijn papiertje op de kant waar nog eventjes geen inkt op zit. Dan vouw ik hem dubbel. En dan haal ik hem door mijn stamping cut en embossmachine. En dan heb ik dit. Oké. In dit geval heeft hij een beetje een spikkeltjespatroon gecreëerd in plaats van wat ik eigenlijk wilde. Maar het is prima. Het is prima, want het past er toch wel bij. Waarschijnlijk als ik hem eerst wat vochtig gemaakt had of met wat spray of zo, dan was het misschien beter gelukt zoals ik het bedoeld had. Maar ik vind hem prima voor nu. Dan wilde ik nog als derde patroontje wat gaan stempelen, maar dan op wat aquarelpapier. Dus dit is het aquarelpapier. Ik ga de gladste kant gebruiken, want ik denk dat ik daarmee de beste stempelafdruk ga krijgen. Want ik wil namelijk gaan proberen om een stukje te no-line coloring. Te no-line coloren.
Hoe zeg je dat? Ik heb hier een schutsvel. En ik heb uit de Simply Sparkling Stempel Set. Dit is een online only artikel. Dus die staat niet in de catalogus. Alleen maar op de Stampin' Up site. Heb ik de twee citroenafbeeldingjes gepakt. En ook hier wil ik met de Lemon Lolly inkt gaan werken. En ik ga gewoon de afbeeldingen her en der stempelen. Nou is dit natuurlijk heel erg licht. Wat prima is voor no line coloring. Want dan wil je juist dat het heel erg licht is. Zodat wanneer je eroverheen gaat werken met je inkt en of aquarel potloden. Dat je dan een heel mooi zacht effect krijgt. Wat realistischer aandoet. Zodat het meer in de buurt gaat komen van deze stijl. Want het zijn natuurlijk wel heel erg gestileerde citroentjes op deze manier. Dus ik moet wel even kijken hoe ik kan zorgen dat het er een beetje beter bij gaat passen. Nou, wanneer ik dit dus allemaal gekleurd heb of gestempeld heb, ga ik kleuren. Daarvoor gebruik ik dan de waterpainters, dus de aquarelpenseeltjes. En zoals ik al zei, ik ga daar een combinatie van maken van inkt. Dus ik ga ook wat meer van de kleuren die hierin zitten eruit trekken. Ik zal die allemaal hieronder linken in de omschrijving. En eventueel de aquarel potloden. Die zijn er in twee verschillende sets. Die zal ik ook linken. En dan heb ik dit. Mocht je nou deze techniek niet kennen, zat ik me net te bedenken. Het is dus eigenlijk heel, heel eenvoudig. Je neemt een heel klein beetje inkt met wat water. En je gaat gewoon over het vlak heen wat je wil kleuren. Dus dan heb je je lichte basislaag. En vervolgens pak je een klein beetje meer inkt en je gaat daar waar de lijntjes zijn aangebracht door degene die de stempel heeft getekend, ga je gewoon wat extra kleur aanbrengen. Dan doe je rustig aan, je zorgt dat je een doekje in de buurt hebt en dan kan je eventueel te veel kleur weghalen. En dan ga je er gewoon overheen en dan zorg je dat de kleuren keurig in elkaar overlopen. En je kan dus gewoon blijven toevoegen tot je denkt, hey, nou ziet hij er eigenlijk wel oké uit. Dus door die kleur aan te brengen daar waar de randen zijn, kan je ook de randen weer een beetje verdoezelen. En dan gaat als het goed is, dat was misschien een beetje veel, gaat die lijnen, die strakke lijnen gaan weg en dan krijg je meer de soort blobvormen die je hebt. Die de citroenen weergeven. Die weer wat lijken op deze citroenen. En hetzelfde dus met de partjes. Dan ga je gewoon beginnen te kleuren waar dat de kleur moet komen. Begin altijd licht. Je kan altijd kleur toevoegen. Kleur weghalen is moeilijker. Niet onmogelijk. Maar wel moeilijker. Kleur weghalen doe je door het een beetje nat te maken en met je doekje eroverheen te deppen. Maar nogmaals, het is makkelijker om kleur toe te voegen en het donkerder te maken dan om het weg te halen. Nou, en op dezelfde manier werken de blaadjes natuurlijk ook. Dus ik begin met mijn lichte kleur. Dus ik heb hier Old Olive. En ik ga gewoon over de vlakjes heen. En ik kan er dus voor kiezen om die lijn een beetje door te trekken richting wat verder richting mijn citroentje. Zodat het niet een los blaadje is, maar dat die meer eraan vast gegroeid is. En op die manier kan je de stempelafbeelding een klein beetje manipuleren. En zorgen dat het wordt wat je wilt hebben. Wees daar wel voorzichtig mee. Een klein beetje donker er nog bij voor mijn schaduwtjes. Je gebruikt echt alleen het puntje van de borstel. En op die manier kan je dus je citroentjes kleur geven. En als het dan af is, heb je dit. Zo, gaaf toch? Past perfect bij de andere plaatjes, al zeg ik het zelf. Dus dat zijn mijn vier
prins. Dan wil ik in het midden een driehoek. Of een driehoek. Dat heet helemaal geen driehoek. Dat heet een vierkant. Een vierkant. In Basic White hebben waar ik mijn spreuk op kan stempelen. Dus ik heb hier een vierkantje van 5,5 bij 5,5 centimeter. Dus die wil ik daar gaan plaatsen. En dan leek mij het makkelijkste om gebruik te maken van de prints die ik heb. Dus ik stapel ze allemaal op elkaar. Want ik weet niet wat anders de beste manier is om dit te doen. Deze gaat dan dus hier komen, maar dan op de andere kant. Kijk, en als ik nou de lijntjes aanhoud die ik hier in mijn papier heb. Toevallig komt het bij deze zo uit, dus ik ga er gewoon gebruik van maken. Dan kan ik dus hier langs snijden en dan hier langs snijden en dan hier langs snijden en dan hier langs snijden. En ik weet dan precies waar ik moet stoppen. Dus ik ga deze met een klein stukje plakband vastplakken op de achterkant hiervan. En ik ga met washi tape mijn paneeltjes allemaal aan elkaar vastplakken. Zodat ik dit heb. Oké, dus nu zitten ze allemaal aan elkaar. En dan wil ik dus gaan snijden langs deze lijn tot aan hier. Dus deze lijn tot aan daar. Dan deze lijn tot aan daar. Deze lijn tot aan daar. En deze lijn tot aan daar. Dus eigenlijk komen ze allemaal schuin uit tot een bepaalde plek. Deze lijn tot aan daar. Dus ik leg hem er gewoon in. En ik volg de lijn. En met mijn mesje kan ik dus zien dat ik dat streepje daar gelijk zit. Hopelijk, ongeveer. Dan draai ik hem een kwartslag. En dan krijgen we deze. Wacht even, draai hem even zo. Dat is makkelijker. Dus die gaat. En dan tot aan die lijn. Als het goed is. Dus deze dan. Oh, hij haalt net niet alle laagjes. Dan moet ik het zo meteen nog een keer aftekenen op de andere stukken. Even kijken, deze moet komen vanaf hier tot aan daar. Zeg ik dat goed? Deze was tot aan hier. Ja, dus dan komt nou deze. Tot aan daar. En dan deze tot aan daar. Uit de patroontjes die nog niet helemaal doorgesneden zijn, even met potlood overtekenen en dan alsnog een keer snijden. Totdat ik dit heb. Zo, dus zo heb ik dan mijn paneeltjes allemaal. En nou is het dus gewoon een kwestie van de paneeltjes wisselend opplakken. Zo, ze mogen nog net iets kleiner. Ze zijn even groot. Oh nee, als ik ze exact in de hoeken doe, dan heb ik net die tussenruimte. Kan deze hier erin. En dan moet daar nog een uitgeknipte afbeelding bij. Even twijfelen welke dat ik wil. Deze is nogal groot. Ik moet natuurlijk ook plek houden om een spreuk te kunnen. Ja, trouwens, misschien ook wel helemaal niet. Misschien doe ik het gewoon zonder spreuk. Als ik deze dan gewoon erop doe met wat diepte. Of deze. Iedere kaart zijn eigen afbeelding. Die dan met diepte erop plak. Ik denk dat dat leuk is.
Dus ik heb nog 4 extra basiskaarten nodig voor de andere kaarten. Oké, dus dan heb ik hier mijn 3 extra stukken basic white voor in het midden. Ik heb mijn extra citroentjes uitgeknipt voor op de kaarten. Ik denk dat ik de enkele citroen leuker vind dan de dubbele. Maar goed, ik hou wel een dubbele, dus die gaan we er toch op doen. En ik heb gekeken, ik vind het mooier als ik er toch net nog een flintertje van ieder van die kanten afhaal. Dat je net nog die tussenruimte hebt. Dus dat ga ik nog eventjes doen bij deze stukken. Dan ga ik alles opplakken. Deze stukjes, die, daar verzin ik nog wel iets mee. dus dan ga ik alles opplakken. Om het op te plakken ga ik natuurlijk gebruik maken van mijn favoriete lijm. De Tombow Multipurpose Liquid Glue. Multifunctionele vloeibare lijm. Die ga ik gebruiken voor al de paneeltjes. En de citroentjes. Die wil ik opplakken met een beetje diepte. En dat betekent dat ik daarvoor gebruik ga maken van onze Stampin' Dimensionals. Dat zijn foamblokjes, of ja, 6 hoekjes. Die zorgen er dus voor dat het net een beetje omhoog komt. En daardoor krijg je net die schaduw. En ik vind dat mooi. En als ik dat gedaan heb en ik heb alles opgeplakt en verwerkt, dan ga ik nog even kijken of ik nog een beetje bling wil toevoegen, ja of nee. Want ik twijfel nu nog. Want ik vind het best druk, al die patroontjes bij elkaar. Dus we gaan eventjes opplakken en kijken hoe we ervoor staan. Tot zo. Nou, dit is wat ik nu heb. Ik denk wel dat het leuk is om een klein beetje bling te doen. Dus ik heb Basic Rhinestone Jewels. De gewone, hoe heet het? Klassieke strassteentjes, sorry. Klassieke strassteentjes. En om die op te plakken vind ik het fijn om gebruik te maken van mijn Take Your Pick precisiepen. Maar ik denk wel dat het leuk is om er een paar, gewoon een paar... Daar. Waar zal ik ze doen? Ik wil ze eigenlijk niet in de bloemetjes. Ik vind het altijd een beetje voor de hand liggend. Hoewel gewoon standaard 3 van die dingen natuurlijk ook wel heel erg voor de hand liggend is. Maar als ik nou gewoon de rebel die ik ben nog 5 op plak. En nog eentje op het plaatje hier. Die zit dan weer zo laag. Die zit dan weer niet laag genoeg. Zo. Zo. En dan heb ik zo 4 kaartjes. Met dessinpapier en zelfgemaakt papier. En zomers, toch? Hoewel het natuurlijk de bedoeling is dat we 1 project maken voor de Instagram Hop, kon ik het niet laten om gelijk 4 kaarten te maken. Want dit modelletje gilde er gewoon om gelijk de andere partjes ook te gaan gebruiken. En zeker wanneer ik er al wat tijd in heb gestoken met dat stukje No Line Watercoloring. Wil jij nou ook lekker creatief aan de slag en heb je daar nog spulletjes bij nodig? Dan is het fijn om te weten dat ik een onafhankelijke Stampin' Up! Demonstratrice ben. En ik help jou ook graag met je bestelling. Je kunt deze plaatsen door een mailtje te sturen naar leonie@prulleke.nl. Op die manier kan je meedoen aan een verzamelbestelling. Kan ik alles nog een keertje met je nalopen en eventueel advies geven als je daar behoefte aan hebt. Of als je zegt nee, ik weet het zelf, dan kun je rechtstreeks naar de webshop. Je vindt hieronder in de omschrijving een link. En daarbij staat ook de gastvrouwcode voor deze maand. Die gastvrouwcode kun je gebruiken bij al je bestellingen tot aan de €200. Maar weet dat wanneer je voor minimaal €60 besteedt via de webshop met die gastvrouwcode, je aan het begin van augustus een klein cadeautje krijgt van mij als dank dat je mij hebt gekozen als jouw demonstratrice. Verder moet je ook niet vergeten dat deze maand de bonusdagen zijn begonnen. Dus voor iedere €60 die je besteedt, of dat nou is door de mail te sturen naar mij of via de online shop, krijg je een kortingscode. En die kortingscode is €6 waard en die kan je in augustus weer inleveren bij je volgende bestelling. Dus allemaal leuke kortingen om mee te nemen.
Dat was hem weer voor nu. Vergeet niet om vanavond om 7 uur te kijken op Instagram. En lekker langs ook alle andere deelnemers van de bloghop langs te hoppen. Om te kijken wat je allemaal aan zomerse inspiratie kunt zien. Vergeet ook niet om een comment voor me achter te laten. Want ik vind dat reuze leuk om te lezen. Geef ook een duimpje omhoog als je het leuk vond. Welke van de 4 stukjes papier vind jij nou het leukste geworden op deze kaart? En vergeet ook niet, je kunt je abonneren op dit kanaal. Elke dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te zien met een nieuw stukje informatie of inspiratie. Dat was hem weer voor nu. Ik wens je vast een heel fijn weekend. Veel knutselplezier, lekker hoppen en graag tot de volgende keer. Doei doei!